Welkom hier bij Yogi Heroes. Voor de meesten van jullie die nu intunen, een hele bekende en hele vertrouwde plek. Voor een aantal van jullie ook een nieuwe plek, die mij alleen maar kennen via Facebook. Voor jullie zeg ik welkom. Welkom op deze mooie locatie. Waar heel wat mooie processen plaatsvinden, iedere dag weer. Het is een hele bijzondere tijd waarin we zitten, zoals we allemaal weten. Veel spanning, veel onrust in de maatschappij. Ik meende ieder woord van wat ik zei in mijn post. Als er iets is wat we nu al nodig hebben, is het wel yoga. Take a break, take a breath. Letterlijk. Lang leven de technologie dat we dit nu op deze manier mogen aanbieden. Dat we dit op deze manier kunnen aanbieden. Dat jullie kunnen bereiken op deze manier. Ondanks dat je misschien thuis zit, ondanks dat je misschien met veel spanning of met veel zorgen zit. Dat we samen deze practice mogen doen en mogen meemaken. Mijn boodschap van vandaag is eigenlijk een hele simpele, een hele heldere. Hoe hoog de golven ook zijn, onder het wateroppervlak is er altijd rust. Daar gaan we vandaag weer aan werken. Al die gedachten, al die berichtgeving vanuit media, vanuit nieuws, al die zorgen, al die angst. Weer terug naar de basis, weer terug naar je kern, weer terug naar je rust. Van daaruit weer contact maken met jezelf, met elkaar. Ook al is dat nu even niet fysiek. Dat kan wel in spirit, dat kan wel in gedachten. We gaan beginnen met breathwork. Essentieel. Dat zeker de komende tijd je hier meer aandacht aan besteedt. Het virus openbaart zich op verschillende manieren. Maar één ding wat het bij iedereen wel hetzelfde doet, is dat het zorgt voor klachten op de luchtwegen, op de longen. Heel erg belangrijk dat je dat dus goed onderhoudt. We gaan in eerste instantie werken met Wim Hof ademhaling. Relatief makkelijke ademhaling. Van oorsprong shamanistische ademhaling. Shamanistische ademhalingen zijn lang, zijn vol, zijn erg intens. En wat Wim eigenlijk gedaan heeft, is dat hij hem gecomprimeerd heeft. Hij heeft hem klein gemaakt, hij heeft hem overzichtelijk gemaakt. We passen hem wel iets aan. Dus hij is iets anders voor de hoppers die meedoen. Iets anders dan dat je gewend bent bij Wim. In dit geval is het een kleine, gecomprimeerde shamanische ademhaling zonder de aanpassing erin. Probeer 3 keer per dag op te pakken. De yogales die ik straks ga geven is geen yogales voor beginners. Betekent niet dat ik iedere houding helemaal ga uitleggen. De meeste mensen die mee zullen doen, die kennen mij, die volgen lessen bij mij. Kijk waar je in mee kunt komen. Heel erg belangrijk, blijf in jouw proces, blijf voelen wat je lichaam aangeeft. Ga er niet aan voorbij. Ook hierin goed in contact staan met jezelf. Af en toe zal ik uitstappen. Dat betekent niet dat jullie uitstappen. Ga gewoon door, net als met een normale les. Oké? Okay? Als het gaat om breathwork, adem goed in. We gaan zo dadelijk eerst even rustig wat aandacht besteden aan buik en naar borst ademhalen. Voel yogi breath. We gaan van buik op ademen naar de borst, vandaar dat gaan we loslaten. Heel erg belangrijk dat je ook daar in je eigen tempo volgt. Op het moment dat je voelt dat je duizelig wordt, te duizelig wordt, stop. Sla een ademhaling over, van daaruit kan je weer opnieuw oppakken wanneer je er weer mee kunt komen. Je bent thuis, in je eigen omgeving. Dat betekent ook, zeker met een ademhaling als deze, dat er veel slijm los kan komen. Pak voordat je de practice begint, pak er even een bak bij, pak een zakdoek erbij, whatever it is. Als het loskomt, spuug het uit. Hou het niet in je lichaam. Maak die longen weer schoon. Een van de doelen van een ademhaling als deze is het reinigen van je lijf. Zuurte uit je systeem te krijgen. Tegelijkertijd wat we willen is dat we meer in contact komen te staan met ons hogere ik. 4 vormen van bewustzijn, van intelligentie, buddhi, ahankara, manis en citta. Vooral ademhaling als deze zorgt voor connectie met citta, je hogere ik. Buddhi is wat we in het Westen noemen het intellect. Het intellect draait op volle toeren op dit moment. Het is alleen maar risicoanalyses aan het maken. Wat wel, wat niet, wat kunnen we doen, hebben we genoeg eten? Daar willen we wat afstand even van nemen.
Dit is wat de ademhaling voor je gaat doen. Tijdens de ademhaling kun je tintelingen ervaren. Het kan zijn dat je een suizend geluid hoort rondom de oren. Probeer er niet bang voor te zijn. Probeer erin mee te gaan. Zeker voor de mensen die niet gewend zijn, ga alsjeblieft liggen. Dus zorg dat je lekker je matje hebt. Ga lekker liggen. Zorg dat je ontspannen bent, dat je alleen mijn stem op dit moment nog kan horen. Vandaar dat zal ik hem inspreken, zal ik hem met je mee oppakken. In de retentie, waarbij we ademhaling stilleggen, we doen het niet te lang. We doen het een minuut. We gaan niet tot het uiterste daarin, om het voor iedereen eigenlijk draaglijk te houden. Een minuut is heel goed te doen. Ontspan je schouders, ontspan het middenrif. Ik zal tussendoor zal ik hem inspreken. Sluit lekker je ogen, kom lekker liggen. En laat eerst even alles los. Met je lijf los. Je armen en je benen. Laat eerst rustig met je buik gaan ademen. Als je op je mat ligt, laat je wat wegzakken. Eigenlijk alleen maar even voelen hoe je ademhaling verloopt. Is die hoog of laag? Meer op je inademing je buik rustig op te blazen. Uitademing langzaam leeg te laten lopen. Licht intrekken. Hoe je op je mat zit of ligt. Niet alleen je lijf voelt, maar ook hoe je hoofd, je hart aanvoelt vandaag. En je blijft bedroefd. Hoog of laag in energie. Het ritme van je ademhaling. Als een golf opvoelen komen. Als een golf weer af voelen rollen. En schraap je even rustig je keel, slik. Nodig is, maak je de lippen wat vochtig. Ga rustig beginnen. Essentieel blijft de inademing volledig door te pakken. In en uit via de mond. Komt ie aan, adem in. Rustig door. Probeer een ritme voor jezelf te vinden. Helemaal in te ademen, los te laten op je uitademing. Misschien voel je druk op je borst, dat is volkomen normaal. Probeer er doorheen te gaan. De eerste 40, 50 keer zullen intens zijn, daarna zul je merken dat die makkelijker wordt. Probeer hier doorheen te gaan, voel je slijm opkomen, spuug het uit op zich. Ah!
Blijf doorgaan. Misschien voel je die tinteling in je vingers. Probeer vooral zuurstof voelen hoe het verspreidt door je lichaam. Ritme in opgaan. Blijf in je rust. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1, adem in, hou vast. Hier vindt de retentie plaats. Rust, geen in- en uitademing. Laat ervaren wat er gebeurt in je lijf. Schouders te laten zakken. Centen, hou vast. Breng je kin hier wat op. Oogspunt tussen de wenkbrauwen, Ishakriya. En laat ons. Even slikken als het nodig is. Ronde 2 in. Doorgaan met je ademhaling. Probeer dus die rust te vinden. Probeer te visualiseren terwijl je inademt, zuurstof verspreidt. Probeer ook je lichaam erin mee te nemen. Voel jouw breath van buik, flank en een borst. Open totdat je niet meer verder kunt en laat los.
Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Inhoud vast. Attentie, aansturen. Probeer die rust te vinden. Ook als je een reflex voelt van in- en uitademen. En dan los. Ronde 3 in. Nogmaals, word je duizelig, sla een ademhaling over, pak daarna het ritme weer op, probeer erbij te blijven.
je weer aan, adem in, honger, hou vast. Weer die kin op te brengen. Focuspunt tussen de wenkbrauwen. Ajna, zesde chakra. Gesloten ogen en wegkijken. En laat los. Laatste ronde in. Open die longen, maak het breed. En los. De mensen die zitten, handpalmen voor, loop je rustig uit. Voor de mensen die liggen, die je zij rustig opkomen naar een hoge lotus. Naar het uitlopen, lengte te maken. Op een kussen, een bolster, aan de kant leggen, zorg dat je goed je lengte kunt maken. Van je hoofd, je nek, schouders. Het is belangrijk hoe diep je komt in een houding als deze. Ja, en los.
losgelaten uit die bovenrug. Bovenbenen, heup, pit ontspannen. Wegstrekken naar Charles Bos, een beetje lengte maken. Even wat wiegen links naar rechts. Palmen blijven op hun plek. En langzaam terug oplopen. Hand palmen voor het hart plaatsen. Stijza. Dan zijn zithouding. Eentje rust. Focus je energie. Core hier actief. Blijf voor je practice. Adem in, kom op de knie op, open de armen. Uitbuig terug, voorover, child's pose, lengte. Adem in, handen en knie op. Uit, tegengronden, strek weg, downward facing dog. Walking the dog, love them more. Positioneer mijzelf even anders, dat jullie het goed kunnen blijven zien. Let goed op die hamstrings lengte blijven maken. Dus altijd de knieën buigen om goed weg te strekken. Want op de zware schaar je naar de child's pose. Dan loop je zo rustig terug op. Bovenbenen uit opstrekken, boven lichaam lekker laten uithangen. Ontspan die schouders, ontspan je hoofd, je nek. Nog eens af hier op het wiegen van links naar rechts. Zware onderen spieren op het ver losmaken. Rustig opkomen, wervel voor wervel. Rug uit opstrekken, schouders achter in de rug grommen. Voor in je mat komen staan, je grote tenen bij elkaar, je hielen wat uit elkaar. Maar ik wil aangeven, het is geen les voor beginners. Als je echt begint met yoga, ik zal van de week zal ik ook een pose doen waarbij ik even wat basisprincipes uitleg. Voor de mensen die het vaker gedaan hebben, die weten wat ze hier moeten doen. Grote tenen bij elkaar, hiebel het uit elkaar. Bovenbenen activeren, zodat je knieschijven wat oplicht. Bekkenbodem in, mula banda, navel in en op, uddiyana banda. Probeer die flanken te ademen als het gaat. Komt ie nou, adem in, arm op. Uitbuig. Heen open. Uit, chaturanga. Heen op dak. Uit, dan dak. Maak je de lengte. Af die vingers wegstrekken.
die stap opstrekken. Naar daar. En naar beneden. Naar de mastitie. Naar op. Naar daar. En open. Uit, stap opspringen. Hoge plank laag. In op dak. Uit dan. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En op. En daar. Enorme mail. Ah, zo was het. En op, uit daar, en open, en chaturanga, en op dak, uit aan dak, probeer die downward dog, probeer bij je adem aan te blijven, probeer zoveel mogelijk navel in en op te trekken, naar die flanken te ademen, weg te strekken, lengte te maken. Je houding is belangrijk, je ademhaling is belangrijk. Dit is je vierde adem. Stijf in op. Uit back. In arm op. Uit samastin. In op. Uit back. In open. Uit chaturanga. In op dog. Uit dan dog. Strek het. Wat doen we precies met die ademhaling? Ujjayi adem. We creëren natuurlijke koorts. We brengen de lichaamstemperatuur op omhoog. Hoe meer je bekkenbodem in en optrekt, je navel in en optrekt, je comprimeert die lucht, je perst het samen. Van daaruit gaan we eigenlijk een natuurlijke koorts creëren. Dus we willen die lichaamstemperatuur op omhoog brengen. Dus als je het warm krijgt, dan doe je het goed. Spier. Vijf, in op, uit buit, en arm op, uit, samastha, Surya Namaskara, in knieën buigen, arm op, uit, buit voorover, in open, uit, chaturanga, in op, uit, uit, rechtervoet voor, in op, uit, uit. In op. Uit dan. Linkervoet. In op. Uit dan. In op. Uit dan. Twee. Twee. Drie. Vier. Vijf. In op. Uit daar. Ga je knieën buig op. Uit. Zo was het. Ga je knieën buig op. Uit daar. En open. Uit. Doe dan. In op. Uit dan. Rechts voor. In op. Uit dan. In op. Uit dan. Links voor. In op. Uit dan. In op. Uit dan. Blijf die adem. Dat is één. Twee. Drie. Vier. Vijf. In op. Uit daar. En knieën buig op. Uit. Zo was het. En knieën buig op. Uit daar. En open.
Ja, dat is wel te lang, hè? In op. Uit daar. Rechtervoet. In op. Uit daar. In op. Uit daar. Linkervoet. In op. Uit daar. In op. Uit daar. Probeer te blijven open en breed opkomt. Lange ademhaling, bovenste longdelen. Vier. Vijf. Adem weer terug op. Uit, uit. Neem knieën naar op. Uit. Samasthi. Bedankt voor zasana. Voeten heupbreed, handen heupen. In open borst. Uit, buig voorover, grote tenen vast. In open. Uit, buig voorover. Weer lekker die ellebogen naar buiten toe te brengen. Lengte te maken. Weer gewicht er meer van je voeten halen. En dan Parasasana, adem in open borst. Uit, handpalmen onder de voetzolen, terug voorop. Neem nu die kuitspieren erin mee. Adem in open borst. Uit, handen naar de heup. Adem in, kom terug op. Uit, een stap terug, samasthi. Adem in, rechtervoet, buitenstap. Uit, draai door. Je voet is in één lijn met de mat. Adem in, armen schouderbreed op een rij. Uit, kant, binnenkant, knie of scheen, linker op omhoog. Als je daar meteen kan, is het oké. Wat we niet willen, is de teen pakken en van daaruit indraaien. We willen verlenging van psoas naar minor psoas. Lengte maken, open, focus maar op je linkerarm in plaats van je rechter. Nog één. Adem in, buig de voorste knie. Uit, hand, binnenkant, voet, linker, blijft op omhoog, strekken uit weg. Zit de zwaar is, onderarm op het bovenbeen plaatsen, van hier uit weg, maar blijf geopend, veel belangrijker. Adem in, kom terug op aan je linkerarm. Uit, draai hem in, voorover, achterbuik. Span je schouders, focus met je grote teen. Voorzichtig met de knie, niet te veel druk erop, is die te intens. Handen naar de scheen of naar de dijbeen. Voel wat voor jou gaat. Adem in naar je linkerkant terug opkomen. Uit, draai door. In lengte. Uit, kant. Waar je nu bent, hou die focus. Even niet bezig zijn met wat er gebeurt. Je kinderen, je partner. Bezig zijn met je lijf, met je adem, met je hoofd, met je hart. Adem in, buig de linkerbeen. Uit, grond, rechts blijft op omhoog uit het dekste.
rechterarm mee op. Uit, bovenlangs, voorover, afbuigen. Ontspan die schouders. Adem in, buig het linkerbeen. Uit, stap terug, chaturanga. In op bok. Adem dan door. Blijf ademhalen. Als je een break nodig hebt, kom dan gewoon lekker naar child's pose. Trek goed uit weg. Blijf bij jouw proces. Adem in de rechter voet voor. Kom mee op. Warrior one. Virabhadrasana A. Uit, knie laten zakken. Kom niet staan zoals ik sta. Ik heb de ruimte in de schouders om goed bij elkaar te komen. Als je niet wel hebt, want palmen goed naar elkaar toe ben. Adem in linkerarm achter naar het been. Uit, rechter oppermoog gaat wegsleggen. Sun Warrior. Houd het voorste been goed gebogen. Maak die lengte. Open die vlam. Adem in, arm achter de rug. Uit, verbind. In, open borst. Uit, buig voorover. Humble warrior. Los terug naar de mat. Chaturanga. In abdak. Uit abdak. Vijf ademhalingen met child's pose als die nodig is. Kom mee op. Buig die knie, armen strekken op omhoog weg. Ook hier heb je de ruimte. Kom via de zijkant op. Zorg dat je ruimte maakt in je schouders. Breng die handpalmen naar elkaar toe. Probeer de ribben te liften alsof je uitrekt naar het dak. Haal weer rechterarm opent. Linker strekt op omhoog uit. En hou die focus. Uit je hoofd in je lijf. Adem in linkerarm achter de rug. Uit voor dit. In open. Uit buig vooroveraf. Humble warrior. Chaturanga. In op dak. Uit op dak. Uit ademhalingen. Drie. Vier. Vijf, adem in, stap of spring door naar zit.
Strek weg. In arm op. Uit. Buig voorover. Grote tenen vast. In open. Uit. Ellebogen naar buiten. Verlengen. Weer niet met je hoofd naar je knieën te gaan. Doe met je hoofd naar je voeten te gaan. Zit. Uit lift, hou vast. Drie ademhalingen. Train je core. Ga niet daar gaan zitten. Goede hoek maar. Dat is twee. En drie. Goed. De rechterknie op. Uit grond. In arm op. Uit buig voorover. Ook hier focuspunt is die grote teen. Als je niet de ruimte hebt vanuit je heup, is helemaal oké. Zul je merken dat je minder ver komt, knie iets buigen, ga vooral in je onderrug. Blijf verlengen. Adem in, rechterhand buitenkant voet. Adem uit, linkerhand schuin achter op de mat. In open borst. Uit, maak een lichte torsie. Vooral torsie in de thoracic spine, in de middenrug. Wees voorzichtig hiermee. Voel dat het gaat. Waar het punt is van compressie, waar je hem tegenkomt. Nog één. Adem in, kom terug. Uit, buig. Adem in, terug op naar zit. Uit, strek, licht, hou vast. Drie ademhalingen. Voeten blijven actief, core is actief. Duw vanaf die handpalmen op omhoog. Voor de mensen die denken, mijn armen zijn niet lang genoeg. Als ze niet geamputeerd zijn, zijn ze dat wel. Echt waar. Probeer hem goed omhoog te brengen. Nog één adem. Heel goed. In linkerknie op. Uit grond. In lengte. Uit buig. In open. Uit ellebogen naar buiten. We willen weer naar die voeten. Drishti, grote teen. Adem in, open borst. Uit, linkerhand, buitenkant voet, rechterhand. Schuin naast op achter. In open. Uit, maak het als je draait. Als je over je rechterschouder wil wegkijken. Torsie is twist, is altijd ontgiftende houdingen. Heel belangrijk voor je werk om er best voorzichtig mee. Voel het gaat. Niet te veel weerstand opzetten, niet te veel druk. Vooral niet forceren. Goed blijven met je ademhaling, goed blijven met je aandacht. Nog één. Adem in, kom terug. Uit, buig voorover af. Adem in, terug op naar zit. Uit, strek en lift. Hou vast. Dat is één. Dat is twee. Dat is drie. Kom terug naar Navasana. En knieën gebogen op. Uit, armen neem je mee. Je mag ze ook direct uit wegstrekken. Kraantje aan om ze nog even boven te houden.
Breng vooral je borst goed op, balanceer op je zitbot. Als je te veel in je onderrug voelt, knieën al te vast, trek je dan gewoon wat meer op. Belangrijk dat je in de juiste houding zit en dat je krom gaat vallen. Weer naar buiten. Spier. 5. Adem in. Rollen naar achter. Handpalm op de mat. Voeten aan de mat. Adem uit. Kom terug op vangwiel. Probeer die balans te houden. Dat is waar het om gaat. Komt die aan. In. Uit. Nog 1. In. Uit. Je houding moet niet mooi te zijn. Focus op die balans. Length is strength. En kracht komt altijd vanuit die balanshouding. Van hieruit. Linkerbeen buigen, rechteruit wegstrekken. Adem in. Adem terug. Nog 1. In. Uit. Laatste. In. Uit. Hou vast. Andersom. Komt ie aan. In. Uit. In. Uit. Nog 1. In. Uit. En beide benen uit wegstrekken. Even vasthouden. Borst mee opbrengen. Schouders ontspannen. Pak hem vanuit die buik, die armen. En knie op de vastgrond. Uit. Rustig afrollen. Licht op de mat. Armen schouderbreed en knieën torst. Uit. Knieën gaan naar rechts en over je linkerarmen. We gaan rustig afbouwen. Je mag je jai even loslaten. Rustig met je buik gaan ademen. Je lijf wat zacht laten worden. Blijf bij die adem, blijf bij je lichaam. Voelt je lijf nu aan. Van schat, die warm hebt, zwaar vond. Of misschien juist niet zwaar genoeg, wil je meer. Voel wat je lijf je vertelt. Ademing rustig knieën mee opnemen. Uitademing doorkantelen, linkerzijde of je rechterarm wegkijken. Rustig knieën met terug op. Goed zolen tegen elkaar. Knieën naar buiten toe openvallen. Armen mag je lekker langs je lichaam leggen. Butterfly pose. Probeer vooral je onderrug te ontspannen, laat het zakken. Als je het oncomfortabel voor je voelt, draai je handpalmen op omhoog naar het plafond. Open meer de borst, open meer de schouders.
focus alleen op je in- en uitademing. Rustig weer vanaf je buik. Inademing langzaam je buik te voelen komen. Uitademing langzaam opkomen. Je poot, je houdt de voetzolen bij elkaar. Strek je benen alleen maar meer uit, zodra je voelt dat de voetzolen losgelopen komen, stop je. En je blijft naar buiten toe openvallen. De voorkant van het heupgebied even aanpakken, rust brengen. Tension release exercises. Langzaam komen er zit. Nog je klaargemaakt voor Shavasana. Neem even een stokje thee. Zorg dat het vooral lekker ligt. Pak er even een deken bij als het goed voor jou voelt. Een kussen. En zorg dat je compleet ontspannen kunt liggen. Dat je niet meer om die reden hoeft te bewegen of andere dingen te doen. Pak je spullen erbij. Maak je lekker klaar. Het is wel belangrijk als dat het sympathisch zenuwstelsel is, het parasympathisch zenuwstelsel, de parasympathicus. Ik zal ergens aankomende week, begin volgende week, zal ik een van mijn ademworkshops, zal ik free of charge, zal ik online uploaden, zodat je hiermee kunt werken thuis. Wat ik al aangaf voor toen begonnen, het is ongelooflijk belangrijk dat je zeker in het virus als deze, dat je zorgt dat het ademhalingsstelsel goed gezond blijft functioneren. Wanneer was de laatste keer dat je thuis stil op een bank zat en dat je je beter kunt voelen? Dat is nooit gebeurd voor niemand. Dus blijf in beweging, zorg ervoor dat je gezond blijft, ook als je naar huis komt. Waar we nu naartoe gaan is een box breathing. Een box breathing is heel toegankelijk. Je kunt hem overal online vinden. Dus het is een hele makkelijke ademhaling om eigenlijk in een lage staat van alfa terecht te komen. De alfa breathing is een hele fijne. Het creëert veel rust, het creëert ook veel helderheid. We gaan niet te veel op de hersengolven in, daarvoor zijn andere workshops. Maar kom vooral lekker liggen. Sluit je ogen. Zorg dat je helemaal kunt ontspannen. Ik ga voor je inspreken. Belangrijk is dat je op mijn cueing, op mijn bewoording in- en uitademt. Probeer vooral even je rust te vinden. Eerst lekker liggen. Ontspan je armen, je benen. Sluit je ogen. Rustig uit. Komt ie aan. Adem in. 1, 2, 3, 4. Hou vast. 1, 2, 3, 4. Adem uit. 1, 2, 3, 4. Hou vast. 1, 2, 3, 4. Adem in. 1, 2, 3, 4. Hou vast. 1, 2, 3. 4, adem uit, 1, 2, 3, 4, hou vast, 1, 2, 3, 4, adem in, 1, 2,
vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, hou vast. 1, 2, 3, 4, adem in. 1, 2, 3, 4, hou vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, uit. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, in. 1, 2, 3, 4, vast. 1, 2, 3, 4, en dat was. Je ademhaling rustig af te bouwen. Geen in, geen uitademing meer. Gesloten ogen. Als een punt tussen je wenkbrauwen weg te staren.
links naar rechts, masseer je onderrug. Rustig via je zij opkomen, halve lotus op je mat. Goed opstrekken, schouders laten zakken. Ogen gesloten, blijf in je rust, blijf in je verstilling. Alles blijft rusten, die wenkbrauwen. Ajna, zesde chakra. Zelfliefde, maar die kracht. Daar zit heling, daar zit groei. Groot rustig inademing. Zomer weer tegemoet en goede gezondheid. Namaste.